Oftewel. Zullen we een keer daar gaan? Kan. Ja, wij zijn aan het dog zitten. Oh. Ja. Chewbacca. Chewbacca. Alpaca. Chewbacca. Heet die Chewbacca? Chewbacca. Ja. Die heet Chewbacca. Chewbacca. Zullen jij een dog zitten op een hond die Chewbacca heet? Ja, en die ziet eruit gelijk Chewbacca ook. Dus ik ga mijn microfoon nu muten en jullie moeten onder snel straden. Oké. Okay. Jij, presentator van de show. Ik heb zin. Ik heb zin. Appelstaart. Ik heb zin. Dan intro. Dus dan zeggen we allemaal samen. Hey, vlog. Ah, hey, vlog. Jawel, sorry. Excuseer me, maar die not loopt hier. Val ik aan met zijn façade tegen mijn ruit. Omdat die tractation stond. Ik had daar gaan aftellen en dan zeggen we. Hey, vlog. Ja. Oké. Okay. Ja? 3, okay. 2, 1. Hey, vlog. Maar ja, daar kijk ik al heel de dag naar uit. Dat was echt niet tegelijk. Dat is niet waar. Ik was gelijk met Kouter. Nee. Yo, nog eens. 3, 2, 1. Hey, vlog. Dat was echt niet gelijk. Prachtig. Maar jullie drie zijn wel gelijk, denk ik. Daar zit vertraging op, hè? Ja. Week 3 en we kunnen het nog niet. Zin. Zin. Tanden. Zin. Ik heb tanden. Zin. Ik heb zanden. Ik heb zanden. Ik heb tanden staan in mijn gat. Dag Mathieu van Bazaar, hallo. Hey, hallo. Welkom in onze fantastische vlog. Quarantainetijd maakte jij dus niks minder dan een... Kop met je. Zonder show. Krok Mathieu, fantastisch. Is dat iets nieuws of is dat iets van vroeger al deed? Ik maakte eigenlijk een van de eerste dagen een croque monsieur. En ik vroeg van, ja, zal ik dat elke dag doen met iets anders tussen? En daar, de reactie was redelijk, redelijk overdonderend. Dus ik ben nu elke dag met iets anders mijn krok aan het beleggen eigenlijk. Het gaat nog heel lang duren en mijn inspiratie is bijna op. Maar het ding is, ik probeer ook gewoon creatief te zijn. En elke keer met een frigo te kijken en te zien, wat zit er nog in? Ik heb zin. Artsen? Nee. Zin. Sander. Zin. Ik ben alle dagen muziek. Naast Crocs maak ik ook wel muziek. Zonder show. Laat dat nog steeds mijn echte job zijn. Zie je dat mannen nog of niet? Nee. Het is eigenlijk op dezelfde manier als hoe dat we nu aan het communiceren zijn eigenlijk. Want er komt ook een nieuwe single uit. Volgende week vrijdag. Okay. Er zit een stuk tekst in die redelijk toepasselijk is op de hele situatie. Ik heb zin. Dan? Zin. Dan? Zin. Zin. Stijn. Dan? Zin. Stand. Zin. Ik heb nu nog eens opnieuw. Zin. 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 Ik heb zin. 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 Ik heb zin. 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 Het gaat als volgt in het refrein. Maar wat als we doorgaan? Ik loop tegen muren in mijn hoofd aan. Oké. Amai. Dus het was precies alsof ik al eigenlijk al keilang in quarantaine zat. Als het ja. Dat is hier aan het roken bij mij al. Oh man. Ja. Jullie hebben al aan staan. Ik zal hem zien. Ik heb dat al aan staan. Ja. We zijn hier vooral om croque-monsieur te maken. Ja, dat is waar. Goed, we moesten zorgen voor restjes. Vertel eens, mama, wat hebben jullie bij? We hebben gisteren spaghetti gegeten. Ik heb spaghetti saus. Dat is kei. Dat is een ongelofelijke winnaar. Dus we hadden nog pesto staan, dus ik heb pesto sowieso. Pesto is ook een winnaar. Ik heb kruidenkaas, dat ga ik er ook op doen. Ah. We hadden nog kipfilet over, dus ik ga ook kipfilet erop doen. En dan kipfilet, heb ik mijn brood al geprepareerd, zo zonder korst, want anders is dat te groot voor de machine. Maar jawel, ik heb zin. Zin in een croque monsieur. Ik heb zin in een croque monsieur. Ja, man, ik... Is een... Zijn wraps? Kun je die op elkaar leggen, hè? Ah, ja. Rode maar waarom zijn die rood? Rode bietenwrap. Ja, maar... Rode bietenwrap. Rode bietenwrap. Het moet altijd speciaal zijn. Rode bietenwrap. Oh, dat is... Het is daar al fameus aan het fumeren, daar zie ik. Ja. Ik ben blij dat je dat niet moet opeten, de nieuwe. Ja. Oh, ja, het ding is wel, jongens, als vanaf zodra de boter, op de geelpan, dan moeten we snel handelen. Dus eigenlijk moet je broodje al klaar zijn.
voordat je je boter... Ja, eigenlijk al goed koud, hè, want ik was daar, dat was al niet het geval bij mij. Maar natuurlijk wel. Hier, zeg. Mac and cheese over van gisteren. Verlakt, zal kruidenkaas. Ik ben mijn spaghetti saus erop aan het zwieren. Roodkapje en de boze wolf. Roodkapje. Mondkapje. En dan heb ik hier nog wat cheddar kaas. Kaas is altijd lekker. Kaas is nooit genoeg kaas. Hè? Toch? Nee, nooit. Altijd, nooit besparen op kaas. Als het op het misjes aankomt. Zeg, wie is met uw trouw eigenlijk, Mathieu? Ja, wij gingen eigenlijk op locatiebezoek bij Bart. Maar dat gaat niet door. Helaas. Mijne komt erop, hè, jongens. Ja, is het wel. En komt er overeen nog en zo, ja. Dat is goed, hè. Ja, dat wel. Dat wel. Okay, ja, dat wel. Ja, wat je heel goed in zei, is dat ik ook in je frietjes, is om ze dan ook zo de kaas te laten uit elkaar gaan, zoals in de echte cinema. Ja. Vind ik heel geil, echt waar. Ja, ik word daar ook altijd een klein beetje... Klein beetje. Ik ga mijn dusdanig mes daar eens voor pakken. Nee. Roodkapje en de Roodkapje en... Ja. Dat was het gemakkelijk. Kan een ander. Ja. Het is belangrijk dat zo in de tandjes is. Oh, dat geluid ook. Ja, dat is het. Oh, goed. Dat is goed, hè. En wat doe je daar sausjes bij? Ja. Oh. Geef maar. Ja, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja. Oh, top. Heel goed. Super. Oh ja. Wat verdomme, nu ben ik benieuwd. Oei, excuseer me van mijn taalbrek. Kijk, toch wel. Oh! Ja, hè? Toch ook wel gecheesed. Mai. Ja, dat is bijzonder. Moeten er nog rode bietenrep zijn? Ik denk het wel. Maar de rode bietenrep is lekker, hoor. Ja? Ja, is de max. Maar rode biet is al niet lekker. Hoe kan de rep van rode biet aan lekker zijn? Vind je rode biet lekker? Ik ben ook wel rode biet van de mai. En dan de framboos. En de framboos? Die is nu even verdwenen, maar die komt terug. Oh. Wat zeg jij? Wil je wat doen? Mooi. Raar, man. Ja, sorry. Prokske is er? Ah, ik ben wel benieuwd. Nu is het kouder. Het lukt niet. Allee. Echt, hè? Hij valt uit elkaar. Nee. Het is niet het gewenste effect, maar hier langs onder wel. Maar hoe wel, precies? Zeg, Het is ook goed. Jij bent uw klok aan het vergeten, hè, Wanne? Of, Nee, maar het is echt een slap machine, denk ik. Gewoon. Maar Sabak kan wel uithalen. Hoe lang kan het duren, man? Ah, nee. Ik wil je kunnen pushen, hè. Nee, Sabak. Het is een beetje uit elkaar, geen... kip. Maar het ziet er wel heel... Dat gaat lekker zijn. Ja. Maar het feit dat dat niet zo draden is, is omdat je kruidenkaas gebruikt hebt. Maar dat hoeft niet per se van smaak. Oh. Zie. Als ik het zo zie, is dat wel de one that I want. Ik haat dit spelletje. Ja. Wie had dan nog mogen denken dat we samen in een kookprogramma van Mathieu Terijn hadden gezeten? Dat is wel fantastisch. Zo ver is het gekomen met de wereld. Ja. Er is wel een wereldster, staat op de grootste podia van het land om dit gewoon met ons een kroksje te maken. Dat is een gat in de markt. Mathieu, ik vond het een bijzonder mooie ervaring. Het smaakt ook. Dus, is gelijk. Dus vergeet niet, jongens, geen kok monsieur zonder. Zonder show. Prachtig. Top. Muzikale vlog. Lieve vloggetjes, like, share, deel, viraal. Het enige wat aan moet gaan is deze vlog en niet corona. Van Assen. Tot de volgende. Tot de volgende.